Het plan voor een nieuw stadskantoor aan het Grote Kerkhof is weer een stap verder. Afgelopen woensdagavond ging een meerderheid van de raad akkoord met de plannen van het college om de hele gemeentelijke organisatie binnen het blok Grote Kerkhof, Grote Poot, Assenstraat, Beurzenstraat, Polstraat te vestigen. Daarbij moet de oude school aan de Polstraat, als het even kan, behouden blijven. Algemeen Plattelandsbelang, GroenLinks en SP stemden om verschillende redenen tegen. Het genomen besluit betekent ook de sloop van de voormalige Schouwburg. GroenLinks probeerde met een amendement de Schouwburggevel nog te behouden, maar dit kreeg alleen steun van de SP. Daarnaast wilde GroenLinks een dislocatie, zodat het stadskantoor geen 15.000 vierkante meter, maar 11.000 vierkante meter zou hoeven worden. Dit vond bij de andere partijen geen verdere steun. De enige wijziging die de raad aanbracht, was dat de raadzaal in een van de bestaande ruimten in het stadhuis moet komen. Dit kan de huidige raadzaal zijn. De optie van het college om ook te onderzoeken of de raad in de geplande multifunctionele grote ruimte in de nieuwbouw kan vergaderen, is hiermee voorlopig van tafel. D66, Algemeen Deventerbelang en Grijze van Algemeen Plattelandsbelang wilden de mogelijkheid van vergaderen in een multifunctionele ruimte, die er toch al komt, onderzocht hebben. Fractievoorzitter van D66 Patrick Sonneveld vindt dat de gemeenteraad nu een grote kans laat liggen en dat de meerderheid een onverstandige keuze heeft gemaakt. Vinden wij onverstandig, omdat wij in ieder geval onderzocht willen hebben, en we denken ook dat dat kan, dat een nieuwe raadzaal in de nieuwbouw uiteindelijk veel goedkoper kan, veel duurzamer kan. We hebben allerlei kwaliteitseisen opgesteld ten aanzien bijvoorbeeld van duurzaamheid, maar ook financieel. En wij denken dat de gemeenteraad nu echt een goede kans laat liggen. ChristenUnie-fractievoorzitter Wim de Jong vindt de wijziging een stap in de goede richting. Hij wil dat de huidige raadzaal blijft en ziet verder in het huidige stadhuis weinig mogelijkheden voor een raadzaal. Nou, ik zie eigenlijk niet hele concrete andere mogelijkheden. Of je zou aan de burgerzaal moeten denken, maar dan zou je die op moeten knappen. Zodanig dat het weer een raadzaal wordt. Nou ja, dan denk ik, dan heeft het verbeteren van deze zaal heeft dan volgens mij veel meer kansen. En is ook ligt ook mij veel meer voor de hand. Want deze heeft cachet van een raadzaal. En dan kan je nog, met wat aanpassingen kan je die wel geschikt maken. Moeilijke vraag. Misschien durft u prognose te doen hoeveel dat gaat kosten? Ja, dat is heel erg lastig. Er is in het verleden wel een onderzoek geweest naar de mogelijkheden in deze zaal. En om deze zaal op peil te brengen, ik zeg het even uit mijn hoofd, dus ik kan er een paar ton naast zitten. Maar het schijnt toch meer dan 2 miljoen te kosten. Terwijl je mogelijk, en ook dat is een aanname, want we gaan het nu niet onderzoeken, mogelijk in de nieuwbouw voor minder dan 1 miljoen kan. Dus ja, dat scheelt nogal. Begin maart moet er meer bekend zijn over de plannen van het nieuw te bouwen stadskantoor. In een informerende sessie mag de raad dan haar gevoelens kenbaar maken over nieuwe gegevens en eisen meegeven aan architect Michiel Riedijk. Over 6 weken, want het is iets ruimer begin maart, dan gaan wij het hebben over de uitgangspunten zoals die nu zijn vastgesteld. We weten dat de oude Schouwburg gesloopt gaat worden. We laten zien wat de kosten zijn van duurzaamheid, de verdere doorrekeningen van. We laten zien wat het verdere financiële kader is en wat de toerekening van bepaalde kosten zijn. Het beheer enzovoort. We zullen spreken over de aanbestedingsvorm. Daar gaan we het allemaal begin maart over hebben. De vervolgstap is dus gezet. Maar er komen nog een aantal overleg- en besluitmomenten over het nieuwe stadskantoor. Als het traject voorspoedig verloopt, verwacht de gemeente in 2012 te beginnen met slopen, in 2013 te beginnen met bouwen en in 2014 moet dan het moment zijn van oplevering. De Wellekade is weer droog. De kade overstroomde vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag. Dat gebeurde bij een waterpeil van 6,38 meter boven NAP. Intussen is het waterpeil van de IJssel gezakt naar 6 meter boven NAP. De gemeente was gisteren en vandaag druk bezig met het opruimen van de zandzakken, de zogenoemde big bags, en het schoonmaken van het wegdek. Ook is gecontroleerd of het muurtje bij de Wellekade en het wegdek zijn beschadigd door de wateroverlast. We vroegen enkele passanten over het optreden van de gemeente de afgelopen anderhalve week. Wat ik ervan gezien heb, dacht ik dat het niet helemaal nodig was. Nee, maar ik kan me ook voorstellen, ter bescherming natuurlijk hier. Niet alleen voor de mensen, maar ook voor de gebouwen. Want als je het zo ziet, vaak op televisie, de schade die water kan aanbrengen, die is vrij groot.
En dan, ja, dan moet de gemeente natuurlijk wel wat doen. Helemaal top dat ze er rekening mee houden. Hè, nogmaals, de bewoners hier die hebben er last van. Dus het is goed dat ze ermee aan het werk zijn gegaan. En ook op tijd van tevoren. En ook weer snel weggehaald. Of tenminste, dat gaat binnenkort gebeuren. Maar ik vind het alleen maar een goede actie. Ja, dat ze niet de boel laten. Ja, als het water natuurlijk wat hoger gekomen was. Dan zegt iedereen hartstikke mooi, hè, dat de gemeente dat gedaan heeft. Hè? Hoewel de Big Bags het water goed hebben tegengehouden, staat en stond in veel kelders van panden aan de wellen toch een laag water. Dit komt door het kwelwater wat door de grond de kelders instroomt. Dit is ook het geval bij een bedrijf aan de wellen dat zich bezighoudt met organisatieontwikkeling. Bij hun moest de kelder om de 2 à 3 uur leeggepompt worden. Er was wel een drukte van Jair Welste. De verhuurder die heeft een aantal mensen ter beschikking gesteld. En die moesten echt om de 2-3 uur hier stofzuigen. Wat we nog steeds aan het doen zijn overigens. Om echt erger te voorkomen. En we hebben een extra pomp in de kelder moeten leggen om overstroming te voorkomen. Dus het was wel even stevig bikkelen voor de mannen. Ja. En dat betekent dus ook 's nachts als je om de 2-3 uur moet, neem ik aan. Ja. Ze hebben echt ook in het weekend zijn ze voortdurend hier geweest om erger te voorkomen. En ja, er zaten een aantal stopcontacten op 20 centimeter. Nou, als je het laat gaan, dan heb je op een goed moment een kortsluiting en een server die uiteindelijk uitvalt. Dus ook een hoop bedrijfsvoeringsschade. Ja. Ook bij restaurant De Tobbe en de Lebuïnuskerk ondervonden ze overlast van het vele water. Zoveel dingen aanbrengen, schotten. Zandzakken, dergelijke. Ja, 24 uur aanwezig zijn. Met de pomp in de gaten houden. Dus het was wel voor ons wel slopend. Maar uiteindelijk eigenlijk wel een voordeel gebleven. De gevolgen voor de kerk was dat de crypte, de laagste punt in de kerk, is blank komen te staan. De put die in de crypte al jaren zit daar, eeuwen, die is overstroomd. En heeft het nog schade veroorzaakt? Nou, in feite valt het mee met de schade. We wisten het, we zagen het aankomen natuurlijk. En los van het feit dat het wel water is wat niet goed is voor de stenen. Dus het mag niet te lang duren allemaal. En hopen dat het snel weer zakt. En dan kunnen we de daadwerkelijke schade die dan eventueel is opgekomen bekijken. Maar het is niet allemaal kommer en kwel, want er werd ook handig ingesprongen op de wateroverlast. En mensen weten nu dat ze hier ook kunnen eten, dat het een bar bistro is. Voorheen was het hier een beugelcafé. Veel mensen wisten het niet. Dus hopen dat we daar voordeel uit kunnen trekken. Afgelopen vrijdag bedacht ik me om even een A3'tje op het hek te hangen. En ik was net iets te laat met het grote spandoek wat er nu hangt. Wij overstromen uw organisatie met resultaten, staat erop. En in die zin leuk ingespeeld op de actualiteit in Deventer. Ja. Het is wel redelijk in procenten. Ik denk zeker 70-75% omhoog gaan in het weekend. Dan waar je normaal gesproken in januari, rustige periode. Ja, is altijd afwachten wat er gaat komen. Dus dat is het positieve ervan. Vanochtend verwachtte het college van BMW dat op doorgaande weg langs de IJssel tijdens de avondspits weer open is voor doorgaand verkeer. Ja, ik vond het eigenlijk stiekem wel een beetje kick om te zien. De ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering aan het college een nieuwjaarsgeschenk aangeboden. De Deventer Gezinsweek. De Deventer Gezinsweek is een uitwerking van een paragraaf uit het coalitieakkoord over een gemeentebreed opvoedgesprek. Tijdens de week worden er ontmoetingen georganiseerd tussen ouders, gezinnen en professionals van verschillende organisaties. Die ontmoetingen moeten gebeuren tijdens diverse activiteiten. Een grote picknick, daar zou het mee moeten beginnen. Het zou, er zijn ontmoetingstafels waar professionals elkaar onderling kunnen ontmoeten. Erger in die week. Er is intercultureel pannenkoekenbakken. Ook om die diversiteitskant van de zaak voor het voetlicht te brengen. En dus de bedoeling dat we scholen gaan aanschrijven en dat daar activiteiten gebeuren. Dat is de bedoeling dat er ook bestuurders hier in debat gaan met ouders en met jongeren over opvoeding, over grenzen stellen. Het is de wens van de ChristenUnie dat de Deventer Gezinsweek een duurzame bijdrage levert aan de kwaliteit van leven in Deventer voor kinderen, voor jongeren en voor gezinnen. Het gaat om inspireren, ontmoeten en helpen. Daar gaat het eigenlijk om. En dan ouders onderling en
professionals met ouders, jongeren met ouders en professionals. En de gedachte is, als je meer mensen elkaar laat helpen en laat ontmoeten en inspireren in die opvoeding, dan zullen er veel minder kinderen uiteindelijk in de problemen komen, in de jeugdzorg enzovoort. Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet een belangrijke rol gaan spelen wat de ChristenUnie betreft. Het voorstel is om de Deventer Gezinsweek te houden van 17 tot en met 24 september. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten via redactie@deventerrtv.nl.